Komend weekend wordt er gewerkt aan het Reewegviaduct over de A15. Van vrijdag 26 november 9 uur 's avonds tot maandag 29 november 5 uur 's ochtends zijn de Reeweg en het Reewegviaduct in beide richtingen dicht. Tussen de Antony Bodaanweg en de Abel Tasmanstraat. Ook de toe- en afritten van de A15 zijn afgesloten. Tegelijkertijd met deze werkzaamheden is de Waalhaven Zuidzijde in beide richtingen dicht ter hoogte van het kruispunt met de Reeweg en de Waalhavenweg. Het verkeer rijdt om via aansluiting 19 Rotterdam-Sjaarloos, de Groene Kruisweg, de Albert-Plesmanweg en de Antonie Bodaanweg. Het Distripark Eemhaven is bereikbaar via de Vondelingenweg en het Groene Dijkviaduct. Meer informatie vind je op rotterdamonderweg.nl/reeweg.